In deze aflevering praten we over goede doelen en muziek. Ik ben Astrid de Groot, dit is Tiel aan tafel. Tiel aan tafel. Aan tafel Paul en Ellen van Toon Hermanshuis en ik mag niet meer RSG zeggen. Ja. Het is het Lingen College. Ja, Lyceum. Oh, Lyceum. De nieuwe naam van de locatie Heiligenstraat, als dat dan nog wel mag. Dat mag. En we praten over een prachtig project van jullie samen. Vertel eens over wat de leerlingen allemaal gedaan hebben. We hebben de koppertest gelopen. Mm-hmm. En dat doen we ieder jaar doen we dat. En er wordt altijd traditiegetrouw gedaan in de week voor de Lingenweek. En wij doen dat eigenlijk ieder jaar, maar eens in de twee jaar koppelen dat aan een goed doel. En dit is nu voor de vijfde keer dat we dat doen. En het is weer een succes geworden. Jullie hebben al meerdere goede doelen gediend daarmee, om het maar heel netjes te zeggen. Ja. Ja? We zijn begonnen met Stichting Hartbeat. Ik kwam toen ooit in gesprek met Björn Tallemaat. En die vertelde heel enthousiast over hetgeen waar hij mee bezig was. En dat was ook kinderen die hartproblemen hadden. En wij vonden dat mooi. Niet dat ze hartproblemen hadden, maar wel dat we iets mee, dat we ze kunnen helpen. Mm-hmm. En toen hebben we gedacht van laten we de Koepertest nou eens koppelen aan een goed doel. En dat we dat eens in de twee jaar laten terugkomen. Nou, we zijn begonnen met Stichting Heartbeat en inmiddels is dit de vijfde. Het vijfde goede doel waar we voor lopen. Ja, want in dit geval is het echt ook, jullie zijn de school dichtbij, hè? Ja. Maar jullie hebben dus ook goede doelen dichtbij, dat is al prachtig. En dit jaar Toon Hermanshuis. Zijn wij de gelukkige, Toon Hermanshuis. En daar zie je dus een stuk bewustwording bij de kinderen ook, op de scholen. Want het gaat over de eerste, tweede en derde klas van het lyceum. Ja, En jij hebt ook voorlichting bij de kinderen gegeven. Ja. Hoe was dat? Om het wat aansprekender te maken voor de kinderen en ze uit te leggen waarvoor ze zouden gaan lopen, hebben we in overleg met Paul heb ik een schemaatje gekregen. En tijdens de mentoruren had ik altijd zo tussen de 5 en 10 minuten om kinderen uit te leggen van nou, wat is nou een Toon Hermanshuis en waar gaan jullie nou voor lopen? Want dat is wel het mooie ook van deze samenwerking. Zij zijn natuurlijk een school met relatief jonge mensen. En wij zijn in het voorjaar gestart met een pilot voor kinderen die te maken hebben in hun omgeving met kanker. Okay. Dus niet zozeer het patiëntje zelf, maar wel als het binnen je gezin of binnen je familie of in je klas voorkomt. Dan kan het ook dusdanig belastend zijn dat we hebben gezegd van nou, voor die groep moeten we ook iets gaan faciliteren. En vandaar dat we de kinderpsycholoog uit het ziekenhuis bereid hebben gevonden om die groepen bij ons te draaien. Mm-hmm. Dus dat sloot heel mooi aan bij kinderen lopen voor kinderen. En dat is vast indrukwekkend als je voor zo'n klas staat. Want dat pakken ze goed op. Ja, nou, het is natuurlijk een moeilijk onderwerp. En je zag ook aan die gezichtjes wel van, oh, die mevrouw die komt wel iets heel ernstigs vertellen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het uiteindelijk onderling dat ze wel gesprekstof hadden. En ook het feit dat zo'n mentor daar in zo'n klas bleef en ik weer wegging, daar was er gelegenheid om daarover te praten. En ja, het is natuurlijk toch helaas iets wat heel veel mensen raakt. En ook daar kwam ik kinderen tegen die zeiden, ja, daar heb ik ook mee te maken. Ja. En wat prachtig dat jullie dus nu een jonge groep hebben. Ja. Ja, prachtig. Het zou eigenlijk niet moeten, maar het is iets wat nou eenmaal voorkomt en wat de kinderen tegenkomen. Ja. Vanaf het voorjaar, zeg je? Ja, dit voorjaar zijn we begonnen met die pilot. En daar is dusdanig veel animo voor. Dat we hebben gezegd, van nou, dat gaan we echt op poten zetten. Dus daar zijn nu ook mensen, zeg maar, die zich daar speciaal op richten op de kinderen. Want het is natuurlijk toch een andere doelgroep dan een volwassene die met kanker te maken heeft. En dat is ook het fijne van het feit dat we daar nu, zeg maar, de financiën voor krijgen. Normaal hebben we een huiskamer waar we mensen ontvangen, maar met kinderen willen we echt dingen doen. We willen echt op pad gaan met ze. Bijvoorbeeld een dierentuin bezoeken. Je kunt je voorstellen dat je zegt van je gaat een keer met elkaar naar een film. En rondom dat wordt er dan gepraat. Dus niet zo statisch als we dat tot nu toe gewend zijn, maar op een andere manier, op een meer kinderlijke manier. Ja, precies. Ja. Dus kinderen die voor elkaar sporten, het goede doel. Daar zal vast een hele mooie check uit gaan rollen. Dat verwachten we en dat is nog niet bekend. En dat gaat gebeuren op? Laat ik het volgende zeggen. We hebben alles geïnventariseerd. Ja. En dat wordt een supermooi bedrag.
echt heel mooi bedrag. Ik ga het niet zeggen. Zeg, houden we het spannend? Alleen de seksuolo die weet hoeveel het is. De rest weet niemand weet hoe hoog het bedrag is. En 6 november wordt de uitreiking. Dan hoop ik dat Regio TV Tiel ook weer bij onze school kan komen. Net zoals 2 jaar geleden toen we voor Stichting Vrienden van Vrijthof hebben gelopen. En het wordt een mooi bedrag. Ja. Een heel mooi bedrag. En dat gaan jullie op een middag uitreiken aan het Toon Hermanshuis? Ja, in de grote pauze, 1:15. Dan zitten de meeste leerlingen, die zitten gewoon in de kantine. En dan, ja, dan gaan we dat op een feestelijke manier gaan we dat, die cheque overhandigen. Ja, erg bijzonder. Ja. Ik vind het een fantastisch project en heel fijn dat jullie erover kwamen vertellen. Ja. En we kijken ernaar uit wat het bedrag wordt, hè? Voor jullie een grote verrassing. Ja, heel mooi. Nogmaals dank voor de komst en heel veel succes met alles. En over 2 jaar weer een mooi project. Hè? Wie weet weer het Toon Hermanshuis. Wie weet. Dank voor de komst. Okay. Tiel aan tafel. Aan tafel Jazzy Tiel. Een nieuwe editie, de 13e editie dit jaar van Jazzy Tiel. In een gelijkwaardige opzet, maar natuurlijk met een totale andere invulling. Vertel daar eens over. Nou, de nacht van Jazzy Tiel op 2 november. Dat gaan we nu voor de 4e keer organiseren. We hebben het nu 3 keer gedaan en dat blijkt wel gewoon een succes. Dat betekent in de Schouwburg Agnietenhof op diverse podia staan verschillende soorten bandjes. We hebben hapjes, we hebben drankjes, we hebben nog een DJ die op nog ouderwetse vinylplaten, ouderwetse jazzmuziek speelt. Of het draait, speelt zelf niet, maar hij draait dat. Dus ja, we hebben wel voor een afwisselend programma geprobeerd te zorgen. En jullie hoofdact? Kraak en Smaak. Dat is dus niet bekend onder een breed publiek, zei je al, maar... Ja, nee, ik heb... er zijn mensen die zeggen, oh leuk, Kraak en Smaak. En er zijn ook mensen die zeggen... Geen idee. Maar het is wel hele toegankelijke muziek. Dus het is wel, als je het niet kent en je gaat er toch heen, dan heb je wel dat je denkt van, oh, dat is wel heel leuk. Dat denk ik. Ja, we hadden vorig jaar Candy Dulfer en toen hadden we zoiets van, nou, daar gaan we niet meer overheen komen. Dat is de topper van Nederland, dus dat is dan, dan heb je die gehad. Maar goed, er zijn nog zoveel leuke bandjes in Nederland die niet echt zo bekend zijn, maar wel gewoon heel, heel goed zijn. Dus... De kwaliteit van jazz natuurlijk, zoals het is. Ja, en jazz is natuurlijk heel breed, dus het is gewoon echt een gemêleerd programma. Ja, en dit jaar weer, het is een maand jazz, hè? Dus bijna een maand als ik het goed zeg. Ja. Hoe begint dat? Welke data's? Nou, we trappen dit jaar af op 2 november. Het is ook wel eens geweest dat we net iets eerder begonnen met een optreden in een van de horecagelegenheden. Nou, dit jaar valt het toevallig zo dat de nacht ook de aftrap is van de hele maand. En de laatste voorstelling is op 28 november. Dus van 2 tot 28 november is het... Door de hele maand heen, overal is er wat te doen. Dus kijk vooral even op onze website. En we zorgen ervoor dat onze programmaboekjes ook overal een beetje komen te liggen. Om te kijken waar wat op welk moment is. Kun je wat locaties noemen waar dat dan is? Ja, nou, we hebben zo... we hebben bijvoorbeeld een afterparty na de nacht van Jazzy Tiel. Dat is in de Hexagon. Er is bij Erik en Haar is een optreden, bij De Buurvrouw, bij Stadscafé van Geffen, Café Flipje. Zinder doet ook mee. En wat wel heel erg leuk is, we hebben dit jaar in samenwerking met Agnietenhof ook 2 films op programma staan. Oh. 2 muziekfilms, ja. Ja, dat is een idee dat bij ons ontsprong. En we dachten van, nou, we gaan eens even praten met Agnietenhof of wat zij daarvan vinden. En die vonden dat een heel leuk idee. En die zijn op zoek gegaan naar een film die daarbij past. En ja, wat wil het verhaal dat er net een film uit is over Miles Davis? Nou ja, mooi, kun je het niet hebben. Het is een documentaire. Ja, Birth of the Cool. En het is een documentaire met ook archiefbeelden. Dus ja, het lijkt mij in ieder geval ontzettend mooi om heen te gaan. En we hebben nog een andere film, dat is Blinded by the Night. By the Light. En dat gaat, dat is eigenlijk een feel-good movie. En een beetje over, ja, het heeft een beetje de muziek van Bruce Springsteen. Dus ook wat breder als alleen jazz. Ja, precies. Ja.
Mooi, jee. Er liggen prachtige programmaboekjes, ja, hebben jullie uit. De posters zijn er. Binnenkort zullen we, ja, die zullen we binnenkort in de stad weer zien hangen. Zodat we het allemaal weten wanneer het start. Ja. Zijn er nog kaarten verkrijgbaar voor de nacht? Ja, zijn kaarten verkrijgbaar. Oké, het kan gewoon bij de Agnietenhof, neem ik aan. Bij de Agnietenhof kunnen kaarten besteld worden, ja. Dus nogmaals, we beginnen op 2 november. 2 november, dan trappen we af met de nacht van Jesse Tiel. En ja, dan de hele maand door... van alles. We hebben ook weer het carillon-bespeler bereid gevonden om zodat we het allemaal kunnen op het carillon spelen. En, ja. Ik wilde eigenlijk met de torenblazers, maar dat is dit jaar niet gelukt. Dus dat is mijn doel voor volgend jaar. Ja. Ja, zo moet je een doel hebben. Ja. Nou ja, we hebben nu die film, dat is nieuw. Dus we proberen wel elk jaar iets nieuws in het programma te zetten. Maar ja, nou, als je 13 jaar bezig bent, wordt het natuurlijk wel steeds lastiger om iets nieuws te bedenken. We hebben trouwens ook wel leuk om te vermelden, op de nacht van Jesse Tiel ook nog kunstenaar Guusje Kijk. Die komt op de avond zelf live tekenen. En na afloop kan je nog een tekening scoren van je favoriete die avond. Ja. Ja, mooi. Nou, dank jullie wel voor het mooie gesprek weer, voor de aankondiging. En dat we in de hele maand november weer van jazz kunnen genieten in Tiel. Ja, dat moet het eigenlijk worden. Ja, in november jazz Tiel maand. Meestal, maar dat moet gewoon... De jazzmaand november in Tiel. Nou, daar gaan we voor. Wordt volgend jaar wederom. Maar eerst gaan we genieten op 2 november met de start. Ja. Met de nacht, de jazznacht van Tiel. Hartelijk dank voor jullie gesprek en heel veel succes met alle voorbereidingen. Dank je wel. Tiel aan tafel. Dit was Tiel aan tafel. Wilt u meer nieuws uit de regio? Kijkt u op www.regiotvtiel.nl of download onze app. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.